Daily Minutes, nummer 1463, met een uitzending voor vandaag, 7 november 2018. Dit is de bulletin van woensdag. Vandaag, net als de afgelopen dagen, heb ik enige last van grieperigheid. Ik had dat maandag al een beetje. Vervolgens heb ik de grieperig gehaald en toen werd het erger. Ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Ik denk het eigenlijk wel niet. Af en toe ben ik na de griepprik in het verleden wel ziek geweest. Maar meestal is dat na een dag wel weer over. Vanochtend was ik zo beroerd dat ik dacht dat ik de Daily Minutes vandaag zou overslaan. Maar zo erg is het gelukkig niet meer. Als mijn stem nu ook nog een beetje wil meewerken, dan is het allemaal prima. Vanavond is de uitzending van Slow Scan Radio. Woensdagavond is dat, voor het geval je op donderdagochtend luistert. Vandaag en volgende week op twee frequenties. 60-70, zoals altijd. En tegelijk ook op 7440. 7440 kHz. Tijdstip is voor beide frequenties 8:30 lokale tijd. Dat is 19:30 UTC. Een uur later dus in UTC dan tijdens de zomertijd. De afgelopen weken was de kwaliteit van de propagatie wel eens heel slecht. Het kan best zijn dat dat twee weken achter elkaar zo gebeurt. Maar als het de komende twee weken niet voldoende goed blijkt te werken, dan ga ik alternatieven overwegen. Misschien tijdens het winterseizoen een tijdstip overdag kiezen. Dat is wat minder gewenst, omdat toch veel mensen, denk ik, die luisteren ook gewoon aan het werk zijn. Als alternatief daarvoor zou ik ook voor een veel lagere frequentie kunnen kiezen. Enkele zenders in Duitsland die hebben frequenties die tussen de 3900 kHz en de 4 MHz zitten. Die frequenties die doen het op het betreffende tijdstip waarschijnlijk wel goed. Een combinatie van die frequentie of van zo'n frequentie met 7440 zou wel eens een hele goede kunnen zijn. Dit is deel 6 van de serie over vossenjagen. Ik ben voor deze serie nog wat aan het inventariseren. Ik weet niet of dat nu nog helemaal zo is, maar in het verleden werd er vaak geopereerd zoals ik in de jaren 70 ook deed. Mensen verzonnen voor de recreatie een bepaalde vorm van vossenjagen. Bijvoorbeeld soms ook een combinatie van een puzzeltocht met een sputnikjacht voor een radiokamp of bij een scoutinggroep. En het is ook niet zo belangrijk als je niet aan competities meedoet, waarbij je natuurlijk wel van belang is dat iedereen een beetje dezelfde regels gewend is. Waar ik nog naar zoek is een beschrijving van die niet zo officiële vossenjachten. Een bijzondere vorm van vossenjachten is verder het zoeken naar stoorbronnen. Ik denk dat het dan in de meeste gevallen niet om menselijke stoorders gaat. Dat bedoel ik eigenlijk ook niet, maar eerder apparatuur die niet goed werkt. Een bekend voorbeeld daarvan van een jaar of 10 geleden zijn bijvoorbeeld de veel gebruikte types Vaillant verwarmingsketels. Op basis van de veldsterkte gaven die tussen 108 en 160 MHz vaak wel 1 watt hoogfrequent af. Omdat het vermogen op een niet afgeschermde kabel werd gezet, kon er enorm veel veldsterkte vanaf komen als de kabel op een frequentie toevallig in resonantie was. Maar ook zonder dat was de storing behoorlijk groot daarvan. Agentschap Telecom en het bedrijf spraken af dat de problemen opgelost zouden worden. En veel gebruikers die kregen een brief. Maar niet van alle gebruikers was bekend waar ze zaten. En dat werd door een aantal amateurs door het hele land dus aangepakt. Door de signalen uit te peilen en de bezitters te vragen actie te ondernemen. Voor verschillende doeleinden zijn verschillende pijlapparaten handig. Ik heb de afgelopen aflevering al een aantal daarvan beschreven. Met name in de auto en ook thuis kan een zogenaamde dopplerpijler handig zijn. Een dopplerpijler werkt door middel van een roterende antenne. De antenne draait in een cirkel om zijn as en doordat het signaal waar de antenne vandaan beweegt een kleine frequentieafwijking heeft die tegenovergesteld is aan de afwijking als de antenne er naartoe beweegt, kun je uit het faseverschil afleiden in welke richting het signaal zit ten opzichte van jou. Die richting kun je dan aangeven op bijvoorbeeld een cirkel van ledjes of op een display. Dat verschijnsel van die doppler dat is heel bekend als er bijvoorbeeld een ambulance langskomt. Als de ambulance naar je toe rijdt, dan is de frequentie van de sirene veel hoger dan wanneer die van je afrijdt. De ambulance verandert de toon niet, maar dat is het doppler-effect. En dat effect wordt hier dus gebruikt om de peiling te doen. Omdat het nogal onhandig is om een ronddraaiende antenne op het dak van een auto te hebben, draait de antenne niet echt, maar virtueel. Als je kijkt naar een GP of een discoon, dan bestaat zo'n antenne in theorie niet uit sprieten die schuin naar beneden staan, maar uit een soort metalen rokje. In de praktijk blijkt het niet dramatisch veel uit te maken als je dat rokje uit een metalen plaat vervangt door sprieten. En dat van die sprieten is natuurlijk ook veel praktischer, vandaar dat iedereen dat doet.
Dat is bij de rondstralende of bij de ronddraaiende antenne ook het geval, van de ronddraaiende antenne van de Dopplerpeiler. Op het dak wordt een cirkel van sprietantennes geplaatst, met op elke antenne bij de aansluiting een pindiode. En als de antenne bij het virtueel ronddraaien bij deze antenne is aangekomen, of als het systeem bij deze antenne is aangekomen, dan wordt die pindiode even geleidend gemaakt, zodat dan deze antenne met de ontvanger verbonden wordt. Een moment later is dat dan weer de volgende antenne en daarna de daaropvolgende totdat de cirkel rond is. Hoe meer antennes, hoe beter de nauwkeurigheid van de peiling, maar met 4 sprieten werkt het systeem voor amateurtoepassingen al redelijk bruikbaar. Dit is nog 7 van de serie over geheime elektronica. Vorige keer ging het over de Fialka, een Russische encryptiemachine die tussen de jaren 50 en de jaren 70 gebruikt werd en die tot 2005 in het Westen grotendeels geheim was. Vandaag gaan we verder over de Amerikaanse tegenhanger van de Fialka, de TSEC KL7. Betreft hier een zogenaamde offline, reciproke, rotor of cilinder encryptiemachine. De KL7 gebruikt cilinders voor de encryptie die in een complex patroon worden aangedreven door ringen met daarin inkepingen. Een van de rotoren, een van de cilinders zeg maar, de vierde van rechts van het cilindersysteem, zat daarbij vast en bewoog dus niet. Het systeem beschikte over 12 cilinders tegenover de Fialka 10 en de Enigma 3. En bij deze machine werd ook de berichtaanduiding versleuteld. De codenaam voor de KL7 was Adonis. Er bestond ook nog een versie van 8 cilinders met als codenaam Pollux. Zowel de gecodeerde als gedecodeerde tekst bij de KL7 werden op een papierstrook afgebeeld. Het was de eerste versleutelingsmachine die gebruik maakte van een systeem van Albert W. Small, waarbij de output van de encryptie in het systeem wordt teruggevoerd om het opnieuw te coderen. Het voorbereidende research voor de KL7, toen nog aangeduid als MX507, begon in 1945 als vervanger voor de Zigaba uit de oorlog en de minder stevig versleutelde M209 van Hegelin. Dit werk gebeurde in eerste instantie door de ASA, de Army Security Agency. Het werk werd in 1949 overgedragen aan een andere organisatie, de AFSA, de Armed Forces Security Organization. En het apparaat kreeg een nieuwe naam, de AFSAM 7, simpelweg Armed Forces Security Machine. Volgende keer gaan we verder met de ontwikkeling van deze versleutelingsmachine. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.